Shout-out naar Loom voor mijn foto's te trekken soms. Like. Let's go. Oké. Ik ga even mijn best doen, hè. En Adrie voor de beats, altijd. Goeie jongen. Yes. Yeah. Ik heb een blad vol met feiten. Aan alles wat ooit was, komt een einde. Ha. Einde. Dat was het in feite. Dus werk ik met een hart van een krijger om mijn kansen te grijpen. Want ik wil graag een miljoen maken. 60 zal ik niet halen, daarom ga ik niet pensioen sparen. We zijn de tolk van de generatie. Stem van het volk, alleen spreekt die nooit als informatie. Er is te veel verkeerde educatie. Elk kind verdient een begin, geef ze eerst een basis. Verwaarloos een kind in zijn eerste jaren. En die krijgt de helse leed die die mee moet dragen. Ik vind dat niet normaal, dus ik vind dat eerder waanzin. Al die psychopaten en ook vele dwazen. Het is nog niet gedaan, dus nog maar de eerste fase. Wat er ook nog komt, kan mij niet meer verbazen. Ik vind mijn eigen wijs, bovendien ben ik eigenwijs. De wereld die wil mij veranderen, weet dat ik mijn eigen blijf. Ik rolde 3 jaar tijd, like juice joints de tijd verdrijf. De feiten zijn, ik was mijn eigen kwijt. Het is een harde wereld, miljarden mensen die als stier. Ik ben alvast gezegend, want ik ben nog altijd levend. Ik ben nog steeds gezond, misschien niet in mijn kop. What? Al te veel gefokt. Wat is de wereld vies gehad? En we blazen Shiva. Ik zie ouders die dat leven op antidepressiva. Al het leed in de wereld worden depressief van. Veel conflicten, veel oorlog, maar nog steeds geen climax. Ik hoop dat ik ooit op een dag kan begrijpen. Tot dan rap ik voort om het van me te schrijven. Yeah, dat was mijn blad vol met feiten. Aan alles wat ooit was komt een einde. Einde. Ja, yeah, ja. Yeah. Dat was het als nummer 2 van mijn CD. Check die shit nog steeds op Spotify en iTunes en zo. Koop die op iTunes, kan ik nog een brood gaan halen of zo. Yeah. En thanks naar de producers voor de beats en zo, jij weet. Yeah.